Welkom bij de Katkoelmo podcast. Toch hier, vertel eens. Ja. Wat doe jij in het dagelijks leven? Wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben Rogier Balland. Ik ben 22 jaar. En vorig jaar, zomer, in september, ben ik afgestudeerd International Business and Management Studies gedaan in Rotterdam. En sindsdien ben ik eigenlijk gestart met mijn eigen online e-commerce business. En daarnaast doe ik ook verschillende ZZP-klussen voor bedrijven, waarin ik eigenlijk bedrijven help met social media marketing, technische ondersteuning. Nou, eigenlijk bijna alles rondom het ondernemen online. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdtaken die ik doe. Daarnaast heb ik nog, omdat ik dat vooral leuk vind zelf om te doen, heb ik een channel op YouTube. Dat heet Are You Entrepreneurial? En daar interview ik jonge ondernemers. Ik heb tot nu toe 3 interviews gedaan. Met het begin dit jaar mee begonnen. En daarin vraag ik vooral naar wat is hun verhaal en hoe zijn zij uiteindelijk succesvol geworden. En wat voor stappen hebben zij gezet om het succes te behalen. En wat is ook bijvoorbeeld, als een of andere vragen, hun definitie van succes. Dat zijn eigenlijk de 3 voornamelijkste dingen waar ik me op dit moment mee bezig hou. Wat cool. Wat is jouw definitie van succes? Jouw eigen definitie van succes? Goeie vraag. Zomaar nieuwsgierig. Zeker. Ik denk uiteindelijk, ik heb er ook wel wat boeken over gelezen. Uiteindelijk is succes voor mij een doel stellen. En die vervolgens met consequent stappen zetten. En discipline dat je dat doel haalt, dat is voor mij eigenlijk al een succes. Zeker. Ja, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Dus ik heb niet echt één soort van toekomstplaatje van hoe succes eruit kan zien. Maar succes is meer kleinere dingetjes. Natuurlijk zijn er wel dingen die ik graag in de toekomst, bij wijze van spreken, zou willen bereiken. Maar dat betekent niet dat ik dan pas succesvol ben. Het is niet dat ik het nu niet kan zijn. Hey, dat vind ik een heel mooie filosofie. Ja, zeker. Ja. En helemaal eens ook. Want het komt ook de kleine momenten. Dat zijn ook de belangrijke dingen toch wel, denk ik. Ja. Hey, en rijk zijn, dat kan je op heel veel verschillende manieren interpreteren. En wat je zegt, succesvol zijn en al die dingen. Als het gaat over geld, als rijk zijn over geld gaat, wat heb jij dan van huis uit meegekregen over geld? Ja. Wat ik denk het belangrijkste is vanuit mijn visie op geld, dat geld eigenlijk een tool is om verschillende dingen in het leven een soort van te unlocken, om het zo te zeggen. Uiteindelijk heb je als doel, bijvoorbeeld een van mijn doelen is dat ik graag locatieafhankelijk wil reizen. En uiteindelijk heb je wel geld nodig om dat doel te bereiken. Dus ik zie geld meer als een tool of een middel om uiteindelijk mijn doelen te behalen. Cool. Ja. Locatie onafhankelijk reizen en werken, neem ik aan. Ja, reizen en werken. Ja. Dus online mijn eigen business doen van, dat kan hier in Nederland zijn, dat kan bijvoorbeeld in Amerika zijn, in Azië, dat maakt verder niet uit, maar dat ik niet op een locatie bij een werkgever hoef te zitten. Ja, dat is je grote droom. En heb je ook specifieke locaties in je hoofd dat je denkt van, daar wil ik in ieder geval naartoe? Nou, een beetje cliché, maar voor dit najaar had ik Bali op de planning staan. Ik moet even kijken in verband met alle maatregelen rondom corona en hoeverre dat dit najaar of eventueel later kan gebeuren. Maar daar wil ik sowieso nog heen gaan. En daarnaast, ik zei net Amerika, maar ook Zuid-Amerika. Er zijn nog ongelooflijk veel plekken waar ik nog wel eens een paar maandjes zou willen settelen om te kijken hoe het leven daar is. En vanuit daar mijn business te runnen. Cool. Hey, en... als jij geld hebt, waar geef jij dan aan uit? Nou, dan zijn best wel meestal, als er geld binnenkomt, verdeel ik het in soort van verschillende potjes. Dus ik heb eigenlijk even verhoudingsgewijs ongeveer 50% gaat naar de vaste kosten en alle dingen die ik eigenlijk elke maand wil uitgeven, telefoonabonnementen, dat soort dingen. Dan gaat er sowieso 10% zet ik altijd op een aparte rekening, waar ik verder eigenlijk helemaal niet aankom. En dan nog 10% die gaan naar een investeerde rekening. Dus ik heb een account bij de Binkbank. En daar investeer ik dus in aandelen. Ik ben dan nog geen pro op. Maar ik stort in ieder geval elke maand daar ongeveer 10% op weg.
En dan blijft er ongeveer 30% over. Daar heb ik gedeelte, leg ik ook weg voor vakanties. En waar ik ook best wel wat geld aan uitgeef, is gewoon naar de stad gaan en met wat vrienden ergens lekker wat drinken met een hapje erbij. Dat, ik denk als je kijkt naar mijn maandelijkse uitgaven, gaat er ook best wel een aanzienlijk percentage van mijn inkomsten heen. Ja, dat is ook een beetje, dat, het valt mij op dat dat wel een beetje ook onder de jeugd, onder de studenten, ook wel echt steeds populairder ook wordt. En ik vind het altijd wel een soort van interessant om te zien, die uitdaging van hoe ga je dat doen, weet je wel? Want ja, sommige studenten hebben natuurlijk studiefinanciering. En ja, dan is het, lijkt me dat best wel heel ingewikkeld om dat allemaal te kunnen blijven doen. Dan moet je wel serieus leuke bijbaantjes hebben, lijkt me. Ja, dat hangt er vanaf hoe vaak je het doet. Hè. Kijk, ik heb studenten die doen het 3-4 keer in de week. Ik denk even, als ik naar mijn studentenkijktijd, 2-3 jaar terug, dan deed ik dat 1 à 2 keer in de week. En er zijn natuurlijk verschillende niveaus. Kijk, als je echt uit eten gaat, is niet dat ik dat elke week meerdere keren deed. Helemaal niet zelfs. Maar gewoon ergens op een terrasje een drankje drinken met bijvoorbeeld hapjes. Ik ben zelf een fan van bitterballen bijvoorbeeld erbij. Mm-hmm. Ja, als je met z'n tweeën doet, ben je misschien 20, 30 euro kwijt. Kijk, dan loopt het niet zo heel snel. Nee, precies. En want jouw vrienden zijn ook allemaal afgestudeerd. En hun eerste banen? Of? Één vriend van mij wel. Ik heb eigenlijk een vriendengroep met twee andere gasten die ik best wel vaak zie. Daarnaast heb ik nog wel wat andere vrienden. Maar dat zijn echt soort van mijn basisgroep, om het even zo te zeggen. Mm-hmm. Daarvan is er eentje die is nog bezig met zijn studie en eentje is daarvan afgestudeerd. En ik heb ook mijn vriendin, die is ook nog bezig met haar studie. Oké. Okay, dus de verhouding is een beetje 50-50 binnen de kring die ik op wekelijkse basis wil zien. Want 22 is best wel vroeg, vind ik toch ergens. Tenminste, volgens mij begon ik toen net. Dus ik heb teruggaan. Maar goed, ik heb er ook wel lang over gedaan, moet ik zeggen. Nou, ik wist gelukkig best wel al snel wat ik wilde doen qua studie. Dus dat ik heb in dat geval geen studievertraging of tussenjaar of iets in die richting. Ik was eigenlijk op mijn 17 was ik klaar met de HAVO. En ik wist op mijn 15e al dat ik een internationale opleiding in business wilde doen. Dus die keuze was eigenlijk heel snel gemaakt. Ja, en ook dus met de ambitie om zelf een bedrijf te hebben. Ja, want ik ben op mijn... Misschien wel leuk om ook te vermelden, op mijn 14e ben ik al begonnen met mijn eerste onderneming. Toen haalde ik al producten via dropshipping bij een Franse partij vandaan. En had ik een webshop. Dat heb ik 2,5 jaar gedaan, toen ik 16,5 was. Ook met een goede vriend samen. Dat is ook een van die vrienden die ik nu nog wekelijks zie. En op die manier ben ik wel in aanraking gekomen met het ondernemerschap. En ik heb daarnaast ook nog wel eens een keer... via Marktplaats, dat ik dan zo'n GoPro's Action Cam, vond ik dan een gave camera. En dan ging ik die inkopen en dan ging ze daarna weer op Marktplaats verkopen. En waar dan de truc in zat, is dat je eigenlijk die Action Cam had, maar er werden soms van die afstandsbedieningetjes, om ze op afstand te bedienen, werden los erbij verkocht. Maar die afstandsbediening zelf, die had dan waarde van 60 euro. En heel veel mensen wisten dat niet. Dus meestal kocht ik dan een camera waar die afstandsbediening in zat, voor dezelfde prijs als een Action Cam, waarvan de camera, waarvan dus niet zo'n afstandsbediening bij zat. Dus dan verkocht ik vervolgens die GoPro gewoon voor diezelfde prijs weer terug. En die Action Cam verkocht ik los. Nou, dan had je iets van 60 euro verdiend. Dus het was niet echt een legit business, maar daar zat wel markt in. Dus dat heb ik ook een tijdje gewoon gedaan. Dus ik ben eigenlijk altijd wel bezig geweest met een beetje handelen en het ondernemen. Ja. En je hebt er wel een neus voor. En gewoon, je vindt het ook gewoon leuk om te zien van, hey, hoe werkt dat dan? Ja, dat werd me wel nieuwsgierig aangelegd. Ik ben ook wel heel snel enthousiast. Dat, aan de ene kant is dat erg tof. Aan de andere kant gebeurt het ook wel eens dat ik dan heel veel dingen tegelijkertijd wil doen. En dat het eigenlijk van niks van die ideeën iets komt. Dus daar is wel wat werk aan de winkel. Ah, cool zeg. Hey, en stel dat je nog 1 tientje te besteden hebt. Wat ga je dan doen met dat laatste tientje? Voorlopig, hè? Niet voor altijd. Maar gewoon, weet je, komende maand nog 1 tientje. Nou, wat doe je? Goeie vraag. Nou, ik denk toch de laatste tijd... Nou, dat is natuurlijk niet superveel geld. Nee. Maar wat ik toch zou doen, ik ben tegenwoordig ook bezig met investeren. Ik zou dan toch kijken hoe ik van dat tientje op een of andere manier, bij wijze van spreken, 20 euro kan maken. En ik weet niet of ik dan echt daadwerkelijk ga investeren. Maar bij wijze van spreken schaf je voor 10 euro spullen aan, waarmee je weer 50 of 100 euro aan omzet of iets kan maken of zo. Ik zal het wel kijken of er een manier om van dat tientje wel wat meer te maken.
Wat goed zeg. Hey, en stel dat je een tientje op straat vindt. Dus het is een cadeautje eigenlijk. Het is een meevallertje dat je denkt van, hé, hey, een tientje. Ja. Nou, die leg ik ermee. Oké, okay. Als ik een tientje op straat zou vinden, in dat geval, wat ik de laatste tijd ook doe, als er soms wel eens wat extraatjes binnenkomt hier en daar, dat ik dan die gewoon wegstort op mijn aandelenrekening, of in ieder geval de rekening waar ik ook aandelen mee heb. En op die manier, hoe ik het weer zo zie, je had het bij wijze van spreken, 's ochtends had je dat tientje niet, en 's avonds heb je het ineens wel. Dus ja, ik kan het wel uitgeven en denk, nou, dat is leuk, want daar had ik niet op gerekend. Maar aan de andere kant, als ik het investeer, ja, als je dat 10 jaar lang doet, en het is... elke maand een tientje, dan kan er best wel bij elkaar optellen. Dus uiteindelijk ben ik wel heel erg bezig om het te verdelen in verschillende potjes. En vooral als ik ergens niet op gerekend heb, moet ik kijken, laat ik het dan maar gewoon wegstorten. Want ik was me er ook niet bewust van dat ik dat deze maand kon uitschrijven. Dus zet ik het gewoon aan de zijkant. Oh, verstandig. Hey, en Rogier, stel nou dat jij al het geld van de wereld had. Gewoon, money is no issue. Wat zou je dan doen? Ja, ik heb ook wel een... passie. Ik heb het nog nooit zelf gedaan, maar ik heb er een hoop over gelezen en ook mensen gesproken die dat doen. Ik zou toch wel willen beleggen dan ook in vastgoed. Dus ik zou zorgen, als ik dat geld had, dat ik in ieder geval wel in Nederland, omdat daar wel mijn roots liggen, zou ik daar in ieder geval wat vastgoedpanden willen aanschaffen. En dat daar elke maand gewoon een inkomstenstroom uitkomt. En er zijn tegenwoordig genoeg bedrijfjes die voor de rest al het werk uit handen nemen. Omtrent de huren, als er dingen kapot gaan, et cetera. En dan zou ik zelf lekker toch wel de wereld overgaan. En daar gewoon wel blijven werken met de dingen die ik nu doe. Maar ook ondernemers interviewen. Ik merk altijd dat ik daar altijd wel heel erg gelukkig van word. Dus ook om andere ondernemers te connecten. Om te horen hoe bijvoorbeeld ondernemerschap in Azië in vergelijking tot ondernemerschap in Amerika. En ook hun verhalen te horen. Dus ik denk dat dat wel hetgene is wat ik zou doen. Als geld echt geen issue zou zijn. Maar je zou dus wel blijven werken. Je zou wel... Ja, dat sowieso. En tuurlijk, misschien... Ja. Ik heb ook nog wel ooit heel bovenaan mijn lijstje staan om een keer privé te vliegen. Dat zou ik dan misschien een keer naar een van die locaties doen. En ik hou altijd wel... Ik heb bijvoorbeeld mijn duikbuffet. Duiken vind ik altijd wel leuk. Dus ik zou echt wel hier en daar wat gave excursies doen. Maar ik zal altijd wel bezig blijven. Ik zou niet met een cocktail op het strand gaan liggen en denken... Zo, lekker, ik heb het voor elkaar. Dat, met pensioen op je 22e. Ja, nee. Nee, ja. Dus pensioen, dat zou ik niet doen. En qua wonen, zou je nog dan op een andere plek willen wonen? Of wil je wel die basis houden in Nederland en dan... Ik ben zelf opgegroeid in en om Rotterdam. Dus ik zou ervoor zorgen dat ik daar in ieder geval een lekkere thuisbasis heb in de vorm van een appartement in de stad. Maar dat grotendeels van het jaar eventueel ook verhuur of dan laat ik iemand anders erin zitten. Maar dat ik in ieder geval wel die thuisbasis heb en dat ik zelf de rest van het jaar gewoon aan het reizen ben. Ja, cool. Hey, en wat maakt jou rijk? Wat mij rijk maakt? Ik denk dat je een soort van een definitie erin kan maken als persoon. Wat maakt mij rijk is in de zin van dat ik hier... Ik woon nu nog eventjes, volgende maand ga ik op mezelf wonen, of over 2 maanden. Maar ik woon nu nog thuis. Ik heb een hele goede band ook met mijn ouders. En die supporten me ook in wat ik doe. En daarnaast ook, wat ik zei, ik heb best wel een vriendengroep. Die is super groot, maar het zijn wel hele goede vrienden waar ik al jarenlang contact mee heb. En ook mijn vriendin. Dus dat maakt me dan rijk als persoon, met alle connecties. En daarnaast ook familie en vrienden. En wat me rijk zou maken, ik heb in de zin van... succes of materieel is dan wel die mogelijkheid om wereldwijd locatieafhankelijk te werken. Ik moet zeggen, op dit moment zou dat ook wel lukken, maar dan zou ik dan wel die vastgoed willen hebben die dan een passieve inkomstenstroom maandelijks genereert. Dus dat is wel het doel waar ik naar heen zou willen werken, om rijk te worden in de zin van materieel of maandelijks inkomsten. Ja, cool. En Als jij de lezers en luisteraars een tip zou mogen geven, wat zou jij dan adviseren? Vanuit jouw perspectief? Ook een goede vraag. Ik denk wat ik net ook al aangaf en waar ik zelf eigenlijk pas vorig jaar mee begonnen ben, naar aanleiding van een boek wat ik had gelezen over de miljonairs Breinald Ravelt, is toch om te kijken, als je maandelijks een basisinkomsten binnenkrijgt,
om dan toch potjes te maken met een verdeling. En die verdeling moet je altijd natuurlijk doen afhankelijk van, ja, van het bedrag wat je beschikbaar hebt om eventueel op maandelijkse basis uit te geven of weg te zetten. En daar verder niks van merkt in je normale uitgavenpatroon, maar toch om potjes te maken. Dus wat ik zelf doe, nou ja, wat ik zei, 50% voornamelijk naar hoofduitgaven, et cetera. En dan andere 50% opdelen in verschillende klasses van toekomst tot aan nou ja, bijvoorbeeld vakanties. Dus ik zou iedereen wel aanraden om toch eens te kijken, ja, wat krijg ik maandelijks binnen en hoe kan ik dat zo efficiënt mogelijk wegzetten. En dat je dat ook automatisch in je bank-app instelt, dat je zodra je het binnen hebt, dat het eigenlijk gelijk alweer verdeeld wordt. Dus dat je niet in de verleiding komt om dan die andere 50% toch aan dingen uit te geven die je waarschijnlijk niet helemaal nodig hebt. Nee. Oké. Hey, en je noemde net al een boek, maar heb jij ook bepaalde ondernemers of andere mensen waarvan je zegt van nou, dat is echt een voorbeeld voor mij. Zo zou ik ook wel willen zijn. Of dat, daar die tips, die neem ik altijd super te harte, want dat vind ik gewoon, daar kan ik wat mee. Nou, ik ben ooit begonnen zelf pas 2-3 jaar geleden. Toen kreeg ik van mijn moeder, die is zelf ook ondernemer, kreeg ik het boek Rich Dad Poor Dad. Ik moet zeggen, daarvoor boeken lezen was totaal niet mijn ding. Ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk vanuit mijn schooltijd had ik dat meegekregen. Je werd dan verplicht om boeken te lezen, dus ik had er niet zoveel mee. Maar toch, nadat ik dat boek had gelezen, is er wel, nou, dat was even wil zeggen, een eye-opener in mijn ogen. Dus ik vind sowieso, ja, dat boek heeft me sowieso heel veel gebracht. Maar ook daarna, ja, de miljonair brein. Ik ben nu toevallig bezig met een boek, The Compound Effect. Dat je ook elke dag kleine stapjes moet zetten en discipline moet hebben om uiteindelijk een groter doel te bereiken. En voor de rest, qua personen zelf, ja, kijk ik wel op tegen bijvoorbeeld de Richard Branson van Virgin Atlantic. Vind ik een hele toffe ondernemer. Bill Gates. Ik heb laatst documentaire ook van hem gezien over wat hij momenteel allemaal doet. Voor het hele health system wereldwijd met vaccins en waar die mee bezig zijn. Dus dat zijn eigenlijk ondernemers die waarschijnlijk de meeste mensen wel zullen kennen, maar die wel een voorbeeld voor mij zijn en hoe zij dingen aanpakken. Cool. Nou, dat was hem. En ja, ik vond het heel leuk om je te spreken en te horen hoe jij tegen de dingen aankijkt. En ja. Ik ga ook nog in het blog en zo ook je bedrijfsgegevens en zo zetten. Zodat je dan ook een beetje reclame voor jezelf mag maken. Ja, en ja, ik ben ook heel benieuwd naar het YouTube-kanaal. Dus dat ga ik zeker ook even checken. Are you entrepreneurial? Heel leuk. Klopt. Het is vooral gefocust op jonge ondernemers dus. Waarmee ik toch wel probeerde achter te komen wat hun inspireerde. En ook motiveerde om uiteindelijk te doen wat ze nu aan het doen zijn. Ook super leuk om, om hun verhalen te horen en te zien waar zij op dagelijkse basis mee bezig zijn. Cool. Heb je daar nog mensen op je lijstje waarvan je zegt van nou, die zou ik wel eens een keer willen interviewen? Dat is ook een goede vraag. Hele goede vraag. Kijk, uiteindelijk ben ik op zoek naar jonge ondernemers met een uniek verhaal of idee. En die uiteindelijk gewoon begonnen vanuit het idee van, nou ja, ik wil gewoon dit doen en ik vind het gaaf om te doen, dus ik ga het doen. Dus is echt één specifieke ondernemer die ik wil hebben, niet zo snel. Ik heb wel ondernemers die ik dus graag volg. Ik wil zeggen, die zijn wel ietsje ouder. Maar uiteindelijk gaat het mij vooral om het verhaal en de manier waarop zij ook wel kijken tegenover het ondernemerschap, doelen stellen, et cetera, die me aanspreekt of ik een ondernemer wel of niet vraag voor het interview. Cool. En wat zijn dan dingen waar jij op aangaat? Wat vind jij een gaaf verhaal? Nou, ik vind altijd sowieso heel interessant om te horen hoe het idee is ontstaan. Sommige mensen die zien het bij iemand anders voorbij komen, maar ook echt mensen die zagen een gat in de markt of die werkten bij een vorige werkgever en die zeiden ja, we zagen eigenlijk dat we het beter konden doen, maar dat was niet mogelijk. Dus dacht ik ga het maar zelf doen. Ja, en dat vind ik altijd wel uniek. Gewoon, hoe is dat ondernemerschap of het idee ontstaan? Daar ben ik altijd wel erg nieuwsgierig naar. Omdat en ook je het natuurlijk zelf ook wil toepassen of gewoon nieuwsgierig? Nou, dat ook. Uiteindelijk denk ik, er zijn best wel wat mensen van mijn leeftijd die uiteindelijk een eigen bedrijf willen starten of een onderneming. Maar de meest gestelde vraag is, ja, wat moet ik dan doen? Terwijl het ondernemerschap, het is juist mooi om ook van anderen te horen, dat je niet per se altijd
bij wijze van spreken een jaar lang moet nadenken, wat moet ik doen, wat moet ik doen, maar dat het heel organisch kan ontstaan door middel van, nou ja, als ik nu bij een werkgever werk, kan denk ik, ik wil weg, maar ik kan ook zeggen, oké, nou ik werk hier, ik probeer alle ervaring op te doen, en dat ik toch rond me heen ga kijken, ja, wat mis ik eigenlijk in deze omgeving, waar ik eventueel een onderneming in zou kunnen starten. Dus dat vind ik altijd wel heel erg interessant. Cool, dat is ook een hele mooie tip trouwens voor de luisteraars en lezers. Ja, zeker. Hè? Om dat op die manier aan te pakken. Dus niet in een soort heel stappenplan, maar gewoon veel meer te kijken van, hé, hoe kan ik, weet je, wat mis ik? Wat kan er beter? En daar dan gewoon achteraan te gaan. Ja, want uiteindelijk is ondernemen op kleine of grote schaal problemen oplossen. Dus eigenlijk zijn ondernemers alle probleemoplossers. Ja. Dus ga dan in je omgeving kijken, wat zijn problemen die ik tegenkom, zowel privé als op mijn werk, en kan ik daar een businessmodel aan hangen? Ja, cool. Heb je ook nog een motto waarvan je zegt van, nou, dat is iets wat daar geloof ik heilig in, of zo zie ik het? Een motto? Nou, waar ik altijd, een motto... Goeie vraag hoor. Ik ben zelf wel heel nieuwsgierig. Dus wat ik zelf zou zeggen is, probeer zo nieuwsgierig mogelijk te zijn. Dan als je vragen in je hoofd hebt of niet weet hoe iets werkt, ja, ga uitzoeken hoe het werkt. En kijk, nou ja, dat merk ik ook bij de reizen die ik maak. Uiteindelijk ben ik nieuwsgierig naar een land en de cultuur en de mensen. Dus die nieuwsgierigheid, probeer eigenlijk altijd nieuwsgierig te zijn. En als je dingen niet snapt, ja, probeer erachter te komen hoe het werkt. Want uiteindelijk daarmee... denk ik dat je ook wel, nou ja, je leert de wereld ook wel kennen dan van verschillende invalshoeken in plaats van je eigen invalshoeken. En dat, nou, dat vond ik zelf persoonlijk erg gaaf. Dus probeer altijd wel gewoon nieuwsgierig te zijn en te kijken hoe dingen werken. Wat levert jou dat op dan als jij in het buitenland bent en daar een cultuur leert kennen? Ja, wat ik altijd wel mooi vind van Nederland, als je eigenlijk kijkt hoe mensen in andere delen van de wereld leven, buiten eigenlijk ontzettend goed. En natuurlijk, omdat je hier geboren werd en dit je omgeving is, neem je dat vaak voor lief. En wat ik altijd wel mooi vind van het reizen, is dat je ook ziet hoe situaties in andere landen kunnen zijn. Maar ook dingen die ze in andere landen doen, die wij totaal in Nederland niet doen. En dat je je afvraagt, waarom doen wij dat niet? En doen zij dat wel? Dus dat vind ik altijd wel het gave van reizen, is dat je met mensen spreekt die een totaal andere blik op de wereld kunnen hebben dan dat jij hebt. En dat ik het ook oprecht interessant vind om te horen waarom ze dat dan denken. Cool. Ja. Leuk man. Heel leuk om je te spreken hierover. En volgens mij kan je nog een heleboel mensen van jouw leeftijd en zelfs ondernemers die al heel lang bezig zijn hiermee inspireren. Super tof. Ik hoop het. Ja, nee, gaaf. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, dankjewel hè. Oké, hoi. Is goed. Fijne dag. Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno.nl. Tot de volgende keer. Ciao.